Morning, ben ik weer. Ik ben weer met Brigitte. We hebben dus vandaag voor jullie de review van Harry Potter en The Order of the Phoenix en The Order of the Phoenix, deel 5. Deel 5, dat is dan de man. Jij hebt hem recent gelezen. Ik heb hem al een tijdje geleden gelezen. Ik heb hem de afgelopen 4 dagen uitgelezen. Ja, het is echt niet normaal hoe je dat hebt gedaan. Ja, dat was gewoon 200 pagina's per dag. En het was 's morgens lezen, 's avonds lezen en tussendoor af en toe lezen. Ik vind het echt niet normaal. Sowieso wel 5 sterren. Ja. Is het jouw favoriet? Tot nu toe? Ik was steeds 3. 3 was mijn favoriet. Ik zeg was, want ik vond deze eigenlijk wel echt super tof. Ja. Maar ik vind nog steeds dat in 3, op het moment dat hij die band krijgt met Sirius, dat vond ik gewoon zo mooi. Maar in dit boek vind ik dat het nog beter beschreven wordt wat hij voor hem voelt. Ja. Ja, wat ik aan dit boek vooral heel leuk vind is dat we eindelijk meer krijgen te zien van de geschiedenis van de eerdere strijd die is gevoerd tegen Voldemort. En alles wat daarbij kwam kijken. En we krijgen meer te zien van Perkament. Dus we krijgen meer te zien van iedereen in de orde. Ja, überhaupt van, ook van de personages krijg je gewoon ook, ik vind het tot Ron en Hermeline toch ook weer anders worden neergezet in dit boek. Mm-hmm. Ik vind het ook bijvoorbeeld echt super tof weer hoe Fred en George. Ja, die waren echt geniaal. Ja, die waren geniaal. Ja. Die waren super sterk. En echt duidelijk, hun personage kwam echt naar voren van dit zijn wij en dit is wat wij vinden. Ja, Fred en George waren geniaal in deze. En de hekel aan Omber. Ja! Ja. Ja. Ik bedoel, daar heb je nog nooit van gehoord. Dat is niet dat ik zover weet. Mm-mm. Dat ze benoemd is. Nee. Maar opeens is ze daar. En binnen. Is ze is zo verschrikkelijk. Ja. Je hebt nog meer haat aan haar dan je aan Snape had of wie dan ook. En dat heb je zo snel. Dat heeft ze zo goed beschreven. Je hebt meteen het instant. Oh, vanaf het eerste moment denk je al meteen gelijk van. What the fuck. Ja, maar ik vind het ook leuk omdat zij natuurlijk een beetje in het boek. Is representeert zij natuurlijk het ministerie van de toverwereld. Ja. En dat hoe dwars zij zijn en hoe gewoon. Hoe dat een bord voor ze voor hun kop hebben, gewoon dat ze maar niet willen accepteren dat hij terug is. Dus dan wenden ze alles maar zoals het hun uitkomt. Ja. Want op een gegeven moment werd natuurlijk Harry werd een soort van neergezet als die idioot die rondbazuint dat Voldemort terug is samen met Dumbledore. Met Perkament is. Ja, en in het boek onderneemt, nou ja, vooral Hermeline namens Harry, maar zij ondernemen wel echt dingen om aan mensen te laten zien van nee, hij is terug, we moeten in opstand komen en op die manier helpt hij de orde. Maar dat was in de film helemaal niet. Nee. Maar dat is gewoon altijd bij een boek. Er zitten zoveel meer leuke scènes in die gewoon toevoegen aan de wereld en toevoegen aan de personages dat hier dan niet in zit. Je zag hoe geniaal Hermeline eigenlijk is. Ja, dat miste ik dan wel in de film heel erg. Ze is ook wel nu echt wat opstandiger geworden. Ja. Ze is nog steeds Hermeline, weet je, het stukje, degene die de huis, die ervoor zorgt dat ze een huiswerk penner krijgen en dat ze achter een volle aan zit. Maar ze is ook degene die zegt nee, die gewoon komt met dat plan van we moeten iets doen, we moeten gewoon les krijgen in weer tegen de zwarte kunsten. Dus we moeten dat gewoon zelf organiseren. En dat zij dat dan bedenkt. En tegen Harry zegt van, jij moet dat doen. Ja. Maar het is ook, ze wordt nu een beetje toch wat meer van, ik ben wel het stuutje, maar ik wil wel doen wat goed is. Ja. En ook dat ze dan had bedacht dat, om dat interview te geven met Rita Pulper. Maar dat zij dat ook weer bedenkt. En dat hoeveel goed dat eigenlijk toen ook weer teweeg bracht. Ja, precies. Ik van, zij is gewoon ook wel de drijvende kracht achter Harry. Hij is degene die, hij doet het allemaal, maar zij bedenkt heel veel. Ja. Ja, en er zaten dingen in dit boek. Wat we niet willen zeggen omdat we het niet spoilers willen houden. Maar die kwamen gewoon helemaal niet naar voren. Bijvoorbeeld de dementors, wie hun daarheen had gestuurd. Ja. Dat is in het boek. In het boek is het verteld. Is het uitgelegd En volgens mij in de film is het opengelaten. Ja. En vult iedereen dat zelf in. Ja. Oh, en wat ik ook heel erg leuk vond, is dat je. Er kwam nu in het boek, ik zie hem daar zo hangen. Dat is jammer dat ik het niet kan laten zien. Maar de Nibbler! Die wordt benoemd wel 2 keer toen in het boek. En ik weet gewoon dat ik daar voorheen nog nooit aandacht heb besteed. Weet je? Het is gewoon een feitje van, dat gebeurt nu. En nu dacht ik, dat is leuk. En die hebben een Fantastic Beast gezien. Ik moest er gelijk aan denken. Ik moest gelijk aan die film denken. En dan zie je dat schattige, hoe die zo schattig naar alles loopt te graven en doen. En dat er hem schudt dat alles eruit komt. En dat vond ik zo leuk.
Ja, maar dat is überhaupt in de boeken heel erg. Want het was in deze inderdaad nog meer. Ja. Ze gingen heel veel naar lessen in deel 5. In deel 4 was het ook al wel, maar ik in deel 5 ging ze heel veel naar lessen. Dus we kregen dat heel veel mee. Je kreeg echt veel meer informatie daardoor. En dat soort, daarom is die ook zo dik waarschijnlijk. Ja. Het zwerfbal was iets minder. En je merkt in deel 5 dat Ron en Hermeline een wat sterkere band krijgen. Omdat Harry natuurlijk zijn problemen en zijn issues heeft, trekken Ron en Hermeline heel erg naar elkaar op. Omdat ze gewoon... Omdat er een kloof tussen hun komt. Goed. Dat vind ik wel heel leuk. Omdat ik natuurlijk van Ron en Hermeline. En daarom vind ik deel 6 denk ik ook altijd zo leuk. Maar ik vind tot nu toe deel 5 het leukst, denk ik. Ja, ik kon hem zo snel lezen in die 4 dagen. Omdat het ook echt... Het is spannend en er zit wat meer diepgang in. En je krijgt wat meer geschiedenis te lezen. Je krijgt meer personages te lezen. Ja. Het is niet alleen maar in Harry's wereld. En niet, hij wordt af van verschillende kanten belicht. En daarom vond ik dit boek zo goed. Ja, maar ook gewoon dat je inderdaad ziet van dit is nu jullie strijd. En dit is de strijd daarvoor geweest. Ja. Wat zijn ouders hebben gedaan. Wat de serie is. En dat hij ook een ander beeld krijgt van zijn vader. Ja, dat was echt wel heel gegeven. Ja, dat vond ik leuk. Heel goed beschreven. Omdat hij opeens... totaal ander beeld kreeg en hij wist ook niet meer, hij had echt een tegenstrijd in zichzelf van wat moet ik nou geloven en wat niet. En je ziet, hier begint, mag ik niet zeggen, maar je ziet op dat je Snape, krijg je ook een ander zicht op. Ja, Snape komt ook wat, krijgt wat meer diverse invalshoeken. Ja. Ja, maar het is natuurlijk, hij heeft zijn pa altijd natuurlijk op een pedestal gehad en dat wordt nu toch wel even... Ja, die werd even flink... Plan is april, de 6e lezen, dus lees zeker mee. Ja. Dus dan zullen we begin mei ergens de review daarvan online hebben. Ja. En dan kan het zijn dat deel 7 wel pas een maand later is, maar... Doen we dan ook The Cursed Child en The Fantastic Beasts? Ik heb die boeken niet. Oh, dan doen we die niet. Dat was het voor onze review van deel 5. Nee. Hoop dat jullie het leuk vonden. Laat weten hieronder wat jullie van deel 5 vonden. Dat was het voor deze video. Zoals altijd een duimpje omhoog als je de video leuk vond. Abonneer. Als je meer wilt zien, linkjes naar de boeken en naar mijn socials en naar Breeders socials staan in de beschrijving. En we zien jullie heel snel weer. Doei! Doei. Morning! Ik heb wel slanker uit. Sorry.